Situatie voor de 22-jarige Jaap Schouten die zich achterover laat vallen in zijn boot. Is kapot, maar blij wint op zijn eerste wereldkampioenschap bij de senioren het brons. Nog één finale vandaag, die van de lichte mannen 8 met stuurman. Met Nederlands inbreng in baan 5. Achter Italië ziet u een wereldbolletje staan. Zij zijn de wereldkampioenen. Het is niet een bijzonder prestigieus nummer. De grote favorieten. Duitsland, de winnaars van de wereldbekerfinale in Luzern. Een wereldbekerfinale waar ook de Nederlanders aan meededen. Met een andere selectie dan die hier op het water ligt in München, werd Nederland daar knap derde. Brons was er ook voor Nederland op de wereldbekerwedstrijd in Amsterdam. Een wedstrijd die ook gewonnen werd door de Duitsers. En die Duitsers zullen vooral de strijd aan moeten gaan met Italië. Het land dat wereldkampioen werd in 2006 en in 2005. Al is dat nou niet bepaald een bijzondere prestatie. Want in 2005 namen maar 2 boten de moeite om af te reizen naar de wereldkampioenschappen in Japan. Hier dus 6. Met in het midden van het veld Nederland. Als tweede van onderen in het oranje. En er is nogal wat te doen geweest om deze oranje ploeg voorafgaand aan dit wereldkampioenschap. Het gaat goed, dat beseft iedereen zich wel met het lichtroeien in Nederland. En voor deze lichte 8 waren zoveel roeiers beschikbaar dat over de selectie zoveel werd gesteggeld dat de bondscoach besloot om de reserves van de lichte 4 die uitgeselecteerd waren voor dit wereldkampioenschap een plek te geven in de lichte 8. Die oorspronkelijk bedoeld was om jonge talenten op te leiden. De nieuwe generatie lichte roeiers voor latere spelen. De coach van die groep jonge roeiers was daar zo ontstemd over dat die vervolgens opstapten. Hij wilde juist de jonge talenten bij elkaar houden en een kans geven op dit wereldkampioenschap. Maar de bondscoach van de Olympische lichte roeiers wilde gewoon de beste roeiers in de boot hebben, de sterkste. En met die roeiers liggen ze na 500 meter knap derde. Italië samen met Duitsland en daarachter nog maar 15e achterstand Nederland. Daar het verschil in slagentempo. De Duitsers doen het rustigst aan, hebben de laagste versnelling zo u wilt. Kunnen wel veel kracht kwijt. Maar hier is het de oranje ploeg die naar voren schuift. Op 750 meter ligt Nederland aan de leiding. Een mooie illustratie van de kracht van deze lichte 8. Het was een groots gevecht eerder dit jaar. De selectiewedstrijden voor de lichte 4 zonder stuurman. Die zo teleurstellend net niet in de finale geraakte. In het Olympische nummer. Maar de afvallers nemen hier hun revanche in deze lichte 8. En welk een mooiere revanche zou er zijn om hier goud te winnen. Het ziet er erg sterk uit wat de Nederlandse ploeg hier laat zien. Een verschil van 52-honderdste in de min is omgebogen naar 1 minuut, 1 seconde en 50-honderdste. In het voordeel van de Nederlandse ploeg. En die roeien goed. Duitsland vormt nog een bedreiging. Maar kijk eens, het ziet er goed uit wat deze Nederlandse ploeg hier laat zien. En dat is toch knap, in die laatste paar weken is er nog behoorlijk hard getraind. Maar de kwaliteitsinjectie aan afvallers van die lichte Olympische 4 zonder stuurman heeft behoorlijk wat gedaan. Al moet uitgekeken worden voor Italië dat sneller roeit op dit moment dan Nederland. Verschil niet zo heel groot, maar over die laatste kilometer kan dat nog wel een probleem opleveren. De Italianen geven zich niet gewonnen. Mooi om te zien hoe de snelheden tegenwoordig bijgehouden kunnen worden op dit onderdeel. Maar Nederland houdt een voorsprong vast.
1500 meter, nog altijd een voorsprong en een ruime voor de Nederlandse ploeg. Ruim 2 seconden. En gaat de lichte acht hier dan verrassen? Natuurlijk gaat het Duitse publiek weer staan. U hoort de toeters en bellen. U ziet zo dadelijk ook de vlaggen wapperen, maar misschien kan de Nederlandse vlag straks omhoog voor deze lichte acht. Nog altijd aan de leiding als ze afkomen op de finish met nog zo'n 250 meter te gaan. Gaat de oranje ploeg dit niet meer uit de handen geven. En dan wordt een toernooi dat een beetje begon in mineur. 7 Olympische boten waarvan er maar 1 zich plaatsen voor de finale. Maar zo krijgt dat toernooi toch nog een beetje glans door de wereldtitel van Van Eupen. Door de bronzen medaille van Jaap Schouten. Door het brons natuurlijk van de 4 zonder stuurman. En dan hier het goud voor de lichte 8. 2 wereldtitels vandaag voor Nederland. Natuurlijk, ze waren allebei niet Olympische nummers. Dus voor Peking hebben we er op dit moment nog niet zoveel aan. Maar het zegt wel wat over het niveau van het lichte mannenroeien in Nederland. Dat zij hier wereldkampioen worden. Goud voor de Nederlandse lichte 8. En dat kunnen nog mooie wedstrijden worden later dit jaar. Als er opnieuw een selectie gevormd gaat worden voor de lichte 4. Die hier wat teleurstelde. Deze boot zeker niet. Kijk eens naar de ontlading. Nederland wint goud. Voor Duitsland dat als tweede over de finish is gekomen. Italië wordt derde. Erik van Dijk was dat vanuit München. In een van de B-finales werd vandaag ook nog een Olympisch ticket veroverd. Sjoerd Hamburger deed dat in de skiff. Morgen hebben nog 2 andere Nederlandse boten een kans op de Spelen. En weer 2 andere boten varen dan.